Yo beste kijkers van de Golden Eagle Channel, vandaag weer een gloednieuwe video. En vandaag de video natuurlijk na het wat minder nieuws na gisteren met Mindtopia, die video. Ik wil gaan vertellen wat er eigenlijk daar gaat veranderen op mijn kanaal. Want natuurlijk, Mindtopia, die video's die hadden echt insane veel views. Het ging af en toe tot boven de 1000 views. Maar die views die ga ik de komende tijd niet halen op de video's. Dat is één ding wat zeker is. En dat is ook één ding waar ik van zeg van ik vind het helemaal niet erg. Want ja, kijk, als je bij video's leuk vindt, dan vind je ze gewoon leuk om naar te kijken. Vind je ze saai, dan kijk je ze gewoon lekker niet. Zo'n idee heb ik altijd. En ja, het is natuurlijk leuk om te zien van, oh ja, je hebt bovendien 1k views. Maar van de andere kant, ik doe het echt voor mijn plezier. YouTube is gewoon een hobby voor mij. YouTube is iets wat ik leuk vind om te doen. En ja, in YouTube doe ik dus ja, op dit moment regelmatig, deed ik Mindtopia. Wat nu eigenlijk als dagelijkse serie is verdwenen. Zelf heb ik daar echt heel veel over moeten nadenken. Ik vind het zelf nog best wel een moeilijke keuze. Maar het is naar mijn mening tijd ook voor iets nieuws. Mindtopia, een heel tof concept. Ik heb echt het heel erg naar mijn zin gehad. Maar het is op een gegeven moment werd het alleen maar hetzelfde. En ik zelf had af en toe echt zoiets van, alweer 1000 views. Maar deze video lijkt precies hetzelfde als op die van gisteren. En dingen duurden gewoon net wat te lang in Mindtopia. Zo heb ik echt 4 weken lopen te wachten op misschien bijna 6 weken. Voordat eindelijk dat ik bijvoorbeeld een woning kon betalen en dat soort dingen. Dus ja, daardoor zat er zoveel vertraging overal in. Dat het op een gegeven moment voor mij zoiets was van ja, Daarnaast heb ik ook nog wat andere omstandigheden. Maar ja, dat maakt verder niks uit. Maar dat is natuurlijk het gebied van Mindtopia. Ik wil dadelijk eigenlijk op mijn kanaal een aantal nieuwe dingen gaan doen. Een van die dingen is eigenlijk voornamelijk een talkshow. En waarom een talkshow? Ik vind talkshows heel leuk om te doen. En in de talkshows kun je heel veel doen. Ik ga heel wat soort talkshows doen. Maar ik ga ook dingen doen waar ik jullie op het denken ga zetten. Op een manier wat eigenlijk, ja, daar ga ik eigenlijk niet zoveel over vertellen. Dat moeten jullie zelf daar gaan ervaren. Dan ga ik op dit moment nog een keuze maken om dus onder de talkshows een aantal dingen te gaan doen. Weetjes, feitjes komen er, de top 10 komt er. Er komen van allerlei random dingen. Waarschijnlijk ga ik ook een nieuw project aan om dit jaar ook. Omdat ja, de meeste mensen zijn toch wat jongere mensen op mijn kanaal. En die wil ik misschien wat gaan leren voor wat je misschien ooit kunt gebruiken of zo later. Maar dat is nog iets in twijfel of ik dat ga doen. Bijvoorbeeld wat me eigenlijk wel leuk leek is bijvoorbeeld. Nou, ik ga een taart bakken, ga ik leuk opnemen. Zo'n dingen dacht ik. Maar dat is allemaal rondom talkshows. Dus eigenlijk alles met deze hele mooie camera wordt opgenomen. Op dit moment neem ik thuis op met mijn webcam. Voor degene die denkt van, hey, je beeld is weer anders. Wat minder kleur misschien. Ja, dat komt omdat ik via mijn webcam opneem en niet via mijn vlogcamera. Daarnaast ga ik me echt richten op een nieuw iets op Minecraft. Ik ga namelijk me iets meer richten op Minecraft gedeelte. Qua roleplay series. Er komen wat nieuwe dingen aan. Er komt een hele leuke vette game mode op onze server. Dat is echt een compleet unieke iets volgens mij naar mijn mening. Ik weet niet 100% zeker. Maar het heet Mindtrust. En in Mindtrust, daar kun je je trouwens ook al voor opgeven. Ga ik even een linkje dadelijk in de beschrijving zetten waar je kunt opgeven. Is een game wordt gespeeld op onze server in een even getal aantal team of spelers. Dus met 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Op dit moment hebben we de eerste map zijn we aan het bouwen voor 16 spelers. En ja, het gaat om heel veel dingen dat draaien. Om vertrouwen, het gaat om slim denken. Het gaat om of je het spelletje gaat winnen gaat aan heel veel dingen liggen. Het is een heel tactisch spel. Het is een leuk spel. Het wordt lachen, gieren en brullen. Het wordt een smerig spelletje wat je gewoon smerig moet gaan spelen. Want ja, jij wilt natuurlijk overblijven samen met nog iemand. Maar hoe dat precies allemaal zit, dat ga ik jullie later vertellen. Maar de titel is Mindtrust. Als je nu al zin hebt in Mindtrust, laat het even weten met een hashtag Mindtrust op natuurlijk Twitter. En tweet het even naar @GoldEagleLife. Zou enorm awesome zijn. Maar op Minecraft gaan we dus ook wat op minigame gebied. Op onze eigen server gaan we bezig. En we gaan heel veel leuke nieuwe projectjes doen. Natuurlijk
ook heel veel minigames op Mineplex, Cubecraft, Hypixel en dat soort servers. En ja, er komt heel veel nieuws aan. Omdat ik nu natuurlijk met de dagelijkse serie van Mytopia ga stoppen, heb ik wel weer meer tijd voor mezelf. En daardoor kan ik dus ook meer video's voor jullie gaan opnemen. Dus ook gewoon leukere video's. Ik ga dit jaar ook heel erg werken. Dat ga ik deze week al een beetje proberen. Om wat nieuws, of qua nieuwe stijl een beetje in mijn video's te brengen. Mytopia, ja, het is dat natuurlijk al wat ik heb gezegd. Stopt het wel of stopt het niet? Ik ben eigenlijk van plan om 1 keer in de week nog een Mytopia video te gaan opnemen. Maar of dat zeker is en of dat zeker allemaal kan, dat is allemaal nog niet duidelijk. Maar waarschijnlijk komt Mytopia toch nog wel. Maar echt in een verminderde variant of zo. En ik ben echt allemaal dingen aan het bekijken voor Mytopia. Van wat zijn er nog opties zijn en wat niet. Maar dagelijkse serie Mytopia is gewoon Fuji verdwenen. Ik ben ook van plan om wat meer met modpacks te doen. En daarnaast, komend jaar, als ik mijn nieuwe PC heb, zullen er ook wat nieuwe dingen komen. Nieuwe series omtrent andere games. Die series, daar ga ik nog niet te veel over vertellen. Want ik wil die series een beetje uniek houden. En het lijkt me echt super vet idee wat ik wil gaan doen. Ja, het is eigenlijk al wat ik zeg. Komend jaar staat echt vol veranderingen. Er komt een nieuwe website aan. Daarnaast kun je tegenwoordig gewoon even formulieren invullen voor bepaalde inschrijvingen op onze server. Want we gaan heel veel doen samen met jullie, de kijkers. Ook natuurlijk, ja, ben ik heel blij dat niet iedereen nu weggaat. Ondanks dat natuurlijk, ja, het slechte nieuws dat Mytopia sowieso heel erg is. Gaat verminderen. En misschien natuurlijk zelfs gaat stoppen. Maar dat is allemaal nog niet duidelijk. Daar ga ik jullie de komende weken meer informatie over vertellen. Ga ik binnenkort een hele duidelijke video over maken. Maar sowieso op dit moment, ja, ga ik me richten op nieuwe dingen. Er komt gewoon een nieuwe trend op mijn kanaal. We gaan samen dingen doen. Het wordt gewoon een fantastisch iets. Ik ga me nog meer focussen op jullie. En ja, we gaan wel kijken waar dat toe gaat. Sowieso de views zullen de komende tijd wat minder zijn. Nogmaals, dat is niet iets waar ik me zorgen om maak. Want ja, ik heb zoiets van, al kijken er 300 of kijken er 1000. Natuurlijk, 1000 is een leuke getalletje. Maar 300 vind ik ook al heel erg leuk. Of bijvoorbeeld 100 views heb ik ook wel eens op een video. Ik let er nooit echt zo op. Maar ja, we gaan natuurlijk op dit moment een stapje terug waarschijnlijk zetten. Maar die stap terug die we gaan zetten, die waar ik voor heb gekozen, daar komt wel weer een grote stap voor terug. En die stap die zijn we mee bezig om die op dit moment uit te werken, uit te bereiden. En ja, het is wat ik zeg, ik ben ook bezig met een heel vet concept op mijn server. Die gaat er ook komen. En ja, nogmaals, als je wilt inschrijven al voor natuurlijk onze nieuwe minigame Mindthrust, onze game mode Mindthrust, laat het even weten. Je kunt je natuurlijk gewoon inschrijven door even op een linkje te klikken wat dadelijk onder in de beschrijving komt te staan. En dan zou ik zeggen, ja, dit is eigenlijk een beetje een update videootje wat er gaat gebeuren. Er gaan dus wat nieuwere stijl video's komen. Talkshows onder andere, nieuwere gameplay video's. Ark ga ik wat vaker proberen up te loaden en er komt nog veel meer aan. Hebben jullie al zin in de veranderingen? Ik wel. En dan zou ik zeggen voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hoop ik tot snel bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.